Ik ben Jim Morris, ik ben Senior Consultant, Trainer, Facilitator voor Schouten Global. Ik geef workshops over de hele wereld, in het Engels en ook in het Nederlands. Uh, verschillende onderwerpen. Het belangrijkste onderwerp voor mij is culturele diversiteit. Ons boek gaat over het werken met verschillende culturen. Uh, ik heb het samengeschreven met mijn collega Silla Palatzing. En we merken dat er is heel veel vraag is voor hoe ga ik om met andere culturen? De wereld is anders geworden. We zijn veel internationaler geworden. Het wordt van je verwacht van, van veel werkgevers om goed mee om te gaan en cross border te kunnen werken. Ons boek is eigenlijk een doeboek. Over hoe kan je dat het beste aanpakken. Dus het boek heet The Eight Great Beacons of Cultural Awareness, eight bakens. Eén baken, of beacon, is rules and needs. Als voorbeeld, er uh, is geen goed of fout in cultuur, maar verschillende culturen hebben verschillende behoeftes. In het Nederlands cultuur bijvoorbeeld is er een heel sterk behoefte voor waarheid, transparant met elkaar, uh, eerlijk. Uh, sterker nog, als je zit tegen me te liegen, dat is een vorm van disrespect. Terwijl in het Indiaanse cultuur is een heel sterk behoefte voor harmonie en relatie. Um, dus soms knik ik gewoon ja, maar ik bedoel eigenlijk nee. En hoe ga je daarmee om? Mensen focussen vaak op de negatieve stereotype. Uh, ze roepen gauw: zie je wel typisch Frans of typisch Engels of typisch Duits? Maar wij zeggen: doe dat vooral niet. Diversiteit werkt. Er is heel veel potential juist door. De verschillende culturen in je business, in je team, uh, ze brengen een perspectief, een andere wijsheid die kracht kan geven voor jouw business en voor jouw organisatie.